achterklep open! In de film halen criminelen een schep uit de kofferbak om een verklikker te begraven. Maar zover zullen ze wel niet gaan. Hier, leg hier wel wat. Toch? Hop. Geen idee waar dit op slaat, maar waarschijnlijk is het geniaal. Oké. Okay. Oh, ik heb mijn tong onder mijn schoenen. Nou, even lekker op adem komen dan, Peter. In deze, ik heb het even opgezocht, 5,5 ton kostende auto. Hoi, man. Hup, gaan ze erop. Ik zou zeggen, ouderwets schep, jongens. Nee, dit meen je niet. Ze hebben gewoon, een paar kub zand. Wat? Maar ik kan er niet overheen, denk ik. Nee, je kunt niet... Huh? Het valt mee, boys. Er liggen namelijk ook schepjes naast de zandbak. Maak ze helemaal gek, Peet. Ze zijn nou gek. Ja, joh. Hey, kijk eens hoe lang wij op mijn ding? Hoe lang is het nog voordat ze het signaal krijgen? Dat zie ik niet, jongen. Ik heb geen bril mee. Oh, je hebt geen bril ook. Nee, dat zie ik helemaal niet. Heb je ook een schep meegenomen? Ja, daar, hier staat schep. Nee, ik ga het dan niet wegscheppen. Ja, oh, hier zijn zes scheppen. Nee, Steve, heeft Peter voor jou achtergelaten. Hier. Moet ik het hiermee gaan weghalen? Dit gaat wel even duren met dit schepje wat ze neer hebben gelegd, ouwe. Ja, maar heel eerlijk, dit zie je de presentatoren van SBS6 nooit doen. Nee, die staan alleen maar geld te scheppen. Ja. Kut, we staan hier op spoor 11, ouwe. Dat is 150 meter. Nou, rennen. Kut, wat een blunder. Shit. Oh, wat een blunder. Yes. Yes. Hallo, wat zijn we aan het doen, dag? Wij zijn aan het vluchten. Kut, het zit opgesloten. Meneer, wij doen mee aan het jachtseizoen. Wij moeten naar buiten. Alsjeblieft. Hoe bent u binnengekomen dan? Met iemand meegelopen, in alle eerlijkheid. Oké, dus u bent gewoon illegaal aan het tailgaten. Oké, dan gaan we snel weer naar buiten. Afgesproken. Jullie hadden überhaupt niet binnen moeten. Nee, ik weet het, maar niet. Zijn jullie een spelletje aan het spelen? Zijn dat niet de bedoeling? Oké, okay. Nou, we zullen het niet meer doen. Ik geloof er niks van. Nou, zou je ons toch... Dank u wel. Oh. Politie! Nee. Oh. Moet jij volgen? Ja, ik moet volgen. Nee. Thomas, lul! Dit meen je niet. Nee, je lul. Nee, gewoon wegrijden. Ja, dag. Ja, dit is toch een grap, gast. Nee, ik deed het echt. Meen je dit nou? Dit kan niet! Ik ben helemaal gek. Dit kan niet! Nee, dit kan niet! To, zeg wel dat je haast hebt. Nee, ik zeg dat. Ik ben op jacht natuurlijk. Maar wat is dit? Nee, dit is een... Nee, ze zitten te lachen. Kijk maar, het zijn echt van die twee van die stoere gasten. Ja, dit zijn ze niet. Nou, later. Nee. Goedendag. We gaan. Nee. Jullie wegwezen. Ze zitten door. Krijgen jullie roots van Rob en Peter? Ja, zie je dan? Door. Dit hebben ze wel goed gedaan, hoor. Eerlijk, ik dacht even dat het echt was. We gaan nog niet aan boord stappen, want dan begint een tijd te lopen natuurlijk. Hè. Dus we kunnen direct weg, hè, als we er aan springen. Ja, ja, maar vergeet dat ik dat touw niet los te maken. Kunnen we ook even droog gaan staan daar? We zien het dan. Beter nog, denk ik zo. Hier rechts moeten ze ergens zijn dan. Maar... Spannend, hè? Zijn ze toch niet, hè? Nee. Over 15 seconden nieuwe locatie. We rijden door. Nee, waar rijden die gasten? Een busje met stuk tv op. Maar dat kan niet dat die hier binnen de 5 minuten staan. Dat kan niet. Ja. Nee, papa, rustig. Dat kan niet. Wel als je eerst moet plassen en dan gaat staan wachten in de zeikende regen. Hoi, joh. Ze zijn hier links aan het varen, maat. Ze zitten gewoon... Ja, snel naar die brug. Nu snel naar die brug. Hier, teamstuk is 270 meter van je kom, 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 links. 270 meter. Oké, okay, go. 270 meter, hoe kan dat nu? Oké, okay, go. Ik heb ook een vaarbewijs, hè? Nee. Jawel? Ja, nee. Daar liggen ze, aan die paal. Waar? Daar, in dat bootje, denk ik. Ja. Zitten ze op een boot? Daar, zitten ze niet in die boot. Ja, ze zitten in die boot. Daar! De hele boot. Daar. Waar. Met een boot of wat? Alleen met bus. En wat zijn jullie aan het doen? Ik wegwijzen! Nou, die gaan in een watertaxi komen, hè. Oké, we moeten die kant op. Ga zee! Heeft u bier of zo aan boord? Ja. Worden we nou echt... Ja? Gaat u nu live op de radio? Ja, ik ben op de vlucht, maar die jongens kunnen me toch niet pakken. Dan word ik echt genaaid.
Ho, ho, naar binnen mag niet, hè? Wij gaan naar Radio 2, maar zij moeten wel door kunnen lopen. Wil je ze aanmelden? Dankjewel, hè. Oké, op deze manier mag het. Voor één keer. Nou, kom maar op, alsjeblieft. Nieuwe locatie, kom op. Laat ze deze kant op komen, een beetje. Ze zijn in het Mediapark! Ze zijn in het Mediapark, hij gaat gewoon een show presteren. Hij gaat gewoon een show presteren! Dit weet je niet. Hij is gewoon in het Mediapark! Nee, je houdt toch op? Jawel, man! Mogen we heel even wat bij jou zeggen? Ja, die geeft toch geen keuze? Ja, sorry. Ik ben van, maar ik spreek maar op. Mooi, mag het? Moeten we opschieten? Zet de radio eens even aan. Nee, we hebben hier zicht. En een webcam. Kijk die aan onze! Ze zijn in de radio stadion! Nee! Gast! Wat een ongein dit, hè? Ik heb overal kippenvel. We worden uitgelachen. We worden zo hard uitgelachen nu alleen maar. Het lijkt alsof Guantanamo Bay binnenkomt. Ruud en Oldzee in de studio. De grote oranje pakken. Wat is hier aan de hand? Heb je ooit van Stuk TV gehoord? Ja, dat is die gast van de Bachelor, toch? Ja, precies. We zitten nu in het programma Jachtseizoen. En OJ en ik die zijn nu bijna 3 uur onderweg. We moeten het volmaken. We willen even dag losers, de groeten. Nee. Ik ben in de steek om te traag een beetje, want het zou wel lekker zijn als we zouden winnen, toch? Dit is niet oké. Dit is niet leuk. We moeten gaan rennen. Hier is de hand, schiet op! Dankjewel, Paul.